De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, Stivasuur, heeft vandaag de leden van de Gedragscode Evaluatiecommissie gepresenteerd. Dit vond plaats op een persconferentie in het Surinaams Rumhuis. In de commissie hebben zitting de voorzitter van Stivasuur, Diana Halfheid, een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie, Marcel Blekson, een gepensioneerde rechter, Sharda Persat Gangaram Pandey, SVJ-voorzitter Wilfred Lewin en VSB-directeur Steven McAndrew. De gedragscode ter zelfregulering van verantwoord gebruik van alcoholhoudende drank is in februari geïntroduceerd. Sindsdien hebben de deelnemende bedrijven zich gecommitteerd aan de code. Bij het naleven van de gedragscode zijn belangrijk verantwoorde marketing en verkoop van alcoholhoudende producten en het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik. Volgens Stivasuur-voorzitter Havait is het de verantwoordelijkheid van het alcoholproducerend of importerend bedrijf om te voorkomen dat er overmatig gebruik is van alcohol. Eigenlijk wat ik al eerder aangaf, wij moeten in principe als bedrijven vanwege een stukje zelfregulering garanderen dat wij ervoor instaan, dat we ons inzetten, dat de verkoop van de producten ook geschiet aan mensen die de leeftijdsgrens hebben bereikt. En de reclame en marketingactiviteiten, buitensporig gebruik of misbruik van alcohol in welke vorm dan ook niet aanmoedigen. Maar ook niet proberen te verbloemen, want dat zijn natuurlijk ook zijn twee uitersten. In het kader daarvan hebben wij, voor de toepassing, hebben we verschillende, eigenlijk met de deelnemers gesproken van oké, hoe zul je je kramen en marketingactiviteiten daarop afstemmen. En dan hebben we natuurlijk ook gekeken, wat zeggen de nationale wetten, hoe past het allemaal in de gedragscode van Stivasuur. En daarbij is het uitgangspunt dat de gedragscode eigenlijk van toepassing is op alle marketing en reclame en communicatie van de deelnemende bedrijven over alcoholhoudende producten van de deelnemers. Volgens Stivasuur-secretaris Faisal Abdul Razak zal de gedragscode-evaluatiecommissie nagaan of de deelnemende bedrijven zich houden aan de regels zoals door Stivasuur vastgesteld. Dat betekent dat de leden elkaar moeten kunnen aanspreken op de uitingen die ze zien. Maar ook alle consumenten, journalisten, NGO's, maatschappelijke ondernemingen, religieuze groepen. En ieder die vindt dat ze zich bijvoorbeeld storen of dat er iets niet past in een uiting van een van de alcoholproducerende of alcoholhoudende importerende bedrijven. Die heeft een platform nodig om die klacht in te dienen. En daarvoor heb je een commissie nodig. Daarvoor zitten we vandaag hier. Ja? De rol van deze commissie is dus belast met het volgende. Het toezien op de naleving van deze code. Nou, ik bedoel, heel erg belangrijk. En uiteindelijk, zeg maar, op termijn het ook evalueren of het werkt. Want de maatschappij en de techniek en alle reclameuitingen om ons te blijven veranderen. Denk maar bijvoorbeeld aan dat de jongeren vandaag de dag allemaal op Instagram zitten of op Snapchat zitten of dat soort zaken. En het kan dus best zijn dat reclame via die middelen, zeg maar, tot hun komt. En dat dus vervolgens, zeg maar, wij daar ook weer moeten inspelen hoe we dat gaan aanpassen. En er zijn sancties. En de sancties zijn zeker niet licht, omdat het heeft te maken met publiciteit. In het proces krijgen de deelnemers, zeg maar, eerst een waarschuwing en de mogelijkheid om zich te corrigeren. Als ze vervolgens nog een keer de overtreding maken, wordt dit echt gepubliceerd, zeg maar, de naam van deelnemer. Dat is dus negatieve publiciteit. En bij een derde overtreding wordt zeg maar, de deelnemer zeg maar, uit Stivasuur gezet en wordt het publiekelijk bekendgemaakt in de kranten. Faisal Abdul Razak, secretaris van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname. Hij sprak in het Surinaamse Rumhuis in verband met de presentatie van de leden van de Gedragscode Evaluatiecommissie. De commissie is voor een jaar ingesteld.